Terwijl de Romeinen langs de Rijn de grens van hun rijk markeren, woont er nog een ander volk tussen de grote rivieren. Dat zijn de Bataven. Het volk dat volgens mythes op vlotten over de Rijn bij Lobith ons land binnenkwam. Maar wie waren de Bataven nou echt? Mooi uitzicht op de Tacitusbrug. Ja, en ik vind het echt fantastisch. Hier rijden tienduizenden mensen elke dag overheen over deze brug bij Ewijk. Maar hij heet de Tacitusbrug. En waarom heet deze brug nou de Tacitusbrug? Nou, Tacitus was een Romeinse geschiedschrijver. En rond 100 heeft hij een verhaal geschreven over onder andere de Bataven. En dat is het volk dat in dit gebied leefde in de Romeinse tijd. De Bataven woonden hier tussen de Waal en de Rijn, zo ongeveer. Klopt. Is de Betuwe dan ook vernoemd naar de Bataven? Ja, daar kun je wel van uitgaan. Zeker. Tacitus, hij schreef dus over onze voorgangers hier in de Betuwe, over de Bataven. Wat schreef Tacitus over ze? Nou, onder andere dat ze geen belasting hoefden te betalen en dat ze in ruil daarvoor soldaten leverden voor de Romeinse legioenen. Waar woonden de Bataven? Waren er echt plaatsen waar veel gevonden is? Tot ongeveer van Nijmegen tot aan Tiel ongeveer kun je vanuit gaan. Misschien ook nog iets van Nijmegen richting Duitsland, maar daar woont ook weer een ander volk. Dus eigenlijk ja, van de Nederlandse grens met Duitsland tot aan Tiel ongeveer. Die Hollanders die zeggen altijd, die randstedelingen van die Bataven, dat waren wij. Maar dat is helemaal niet zo. De Betuwenaren, dat zijn de echte Bataven. Zeker weten. Van al deze stammen munten de Bataven uit in moed. Zij bewonen het eiland in de Waal, als ook een smalle strook op de linkeroever. Ooit behoorden zij tot de Gatti, maar na interne strijd zijn ze overgegaan naar een gebied waar ze deel zouden gaan uitmaken van het Romeinse Rijk. Nog altijd nemen ze een bijzondere plaats in, teken van hun aloude verbondenheid met ons. Zij krijgen geen vernederende heffingen opgelegd en worden niet door belastingpachters uitgezogen. Vrijgesteld van lasten en bijdragen en uitsluitend bestemd voor diensten in de strijd, vormen zij een soort reservearsenaal voor de oorlog. Het is toch best ingewikkeld als je niet precies weet wat de context is, wat de situatie is. Ja, we kunnen hier, wat hier eigenlijk niet staat, maar waar veel historici het toch over eens zijn. Dit gebied was vrijwel leeg en hier is echt sprake van grenspolitiek. Volken werden neergezet daar waar het de Romeinen goed uitkwam. Dus zij hebben hun grens, hè, want dit was toch een grens van dat gebied, wilden zij bevolkt hebben met bevriende stammen, ook om te voorkomen dat er vijandige stammen zich zouden vestigen. En zodat die Bataven ook die grens een beetje konden bewaken, die grens aan de limes. Ja. Het was een. Tacitus spreekt ook van een aloud verbond. Hè. Er was een verbond tussen die Bataven en Romeinen. En dat volk, verbonden met hun, had dus deels een verdedigende functie.